Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Maatje en ik zijn op stal en niet zomaar, want wij hebben namelijk een hele leuke nieuwe serie voor jullie. Namelijk What If? What If? What If? What If? What If? Hallo? Huh? What If? Wat betekent dit? Hij was heel on. Maggie, you want food? In deze serie zie je ons nieuwe dingen uitproberen. Wat als we dit doen? Het is geïnspireerd door het kanaal Dit Gebeurt Er Als van Marije. Zij test iedere week zeg maar eens een nieuw experiment. En dit vonden we zo leuk dat we dachten, dit bestaat nog niet in de paarden. En wilden wij ook graag proberen in de paardenwereld. Ja. Dus deze week ga ik voor jullie iets heel erg leuks testen. Meteen iets best wel spectaculairs. Namelijk, wat gebeurt er als ik mijn paard een week stressdruppels geef? Ik ga vandaag in ieder geval zonder rijden, zodat jullie of een goed contrast hebben om het ermee te vergelijken. Ja, een soort van verschilletje van eerst en na. Ik ga in deze video helemaal uitzoeken wat zijn nou stressdruppels, wat doet het voor je paard, hoe lang heeft het de tijd voordat het helemaal werkt, hoe reageert Tess erop, want dit experiment doen we bij Tess. En zo, deze serie gaan we ook echt volhouden, dus er zullen heel veel van deze video's online komen. En vergeet hieronder niet te reageren als jullie ideeën hebben voor nieuwe experimenten. Ja! Oh my god! Maatje, wat valt je op aan Tess zo? Nou ja, ze is een beetje ongeduldig, dat valt me alleen al. Verder, ja, ze hoort van alles. Maar dat is gewoon Tess? Dat is gewoon Tess. Maar misschien is dat wel anders. Kijk, dan gaat ze weer... Maar misschien was dat wel anders aan stressdruppels. Ja, dat weten we niet. Zo zien, zo zien. Oké, Nick is naar Tess aan het inrijden. En op zich ziet Tess wel chill uit. Vind ik. Hoef. Nee, niet anders als anders. Nee. Nee, ik vind het absoluut niet gestresst eruit zien. Voelt ze ook niet. Nee. Maar, ja. Ze heeft gisteren ook gereden, hè? Ja, ze heeft gisteren inderdaad ook gereden. Beetje stijvig inderdaad. Ja, minder. Oh ja. Nou, voordat we aan het experiment beginnen, zal ik jullie natuurlijk eerst even uitleggen wat het product eigenlijk is en wat het doet. Ik heb hier internet ervoor en er staat bij acute en chronische stress, zowel fysiek als emotioneel, ook voor vuurwerk. Dus dat betekent dat je het ook kan gebruiken als met oud en nieuw bijvoorbeeld voor je paard. Hier staat, tenzij arts of therapeut anders voorschrijft, 2 keer daags voor een paard 7 druppels. Indien het in de praktijk lastig is om dit product meerdere malen per dag toe te dienen, volstaat 1 keer per dag of 1 keer per 2 dagen. Geef dan een maximale dosering van 1 dag. Dus dat zou betekenen dat in 1 dag dan 14 druppels moet gegeven worden. Toediening, geef het product met een spuitje rechtstreeks in de mond, eventueel verdund met een beetje water. Bij voorkeur niet tegelijkertijd met de maaltijd, omdat het product beter werkt en als het wordt opgenomen in een schone mondslijmvlies. Indien het dier het product niet lekker vindt, kunnen de druppels om een klein beetje lekkers gegeven worden. Oké.
In de acute situatie is de duur van de behandeling relatief kort. Dus dat betekent dat als bijvoorbeeld met vuurwerk is of je hebt een spannende wedstrijd, dan hoef je die druppels niet per se heel lang te geven. Dan kan het ook 1, 2, 3 dagen zijn. Er staat ook achter, dit kan variëren van enkele dagen tot 3 weken. Bij langdurig ongemak, dus dat is Tess die altijd zeg maar wat spanning heeft, is het zichtbaar na 1 tot 3 weken. Oké, dus dat zou voor nu al betekenen dat ik niet helemaal zeker weet of mijn experiment gaat lukken. Maar voor dit experiment probeer ik het gewoon een week lang en mocht het niet lukken, dan kijk ik dan wel verder. Ik ben nu op een andere site en er staat nu al 2 keer daags toedienen, 20 druppels is 1 milliliter, hond 15, 10 druppels. Dus 2 keer per dag 20 druppels, dat is best veel. En dat is ook echt een heel groot verschil met die andere. Nou ja, geen bijwerkingen, makkelijk in gebruik, werkt snel, altijd prima op een stukje brood. Dat zijn dus recensies. Iemand zegt, werkt fantastisch, wij geven 2 maal daags 7 druppels en een paard wordt er lekker relaxed van. Oh, iemand zegt ook, minder hoesten. Hoesten wordt dan minder, maar het moet nog langer gebruiken voor oordeel. Dus dat zou natuurlijk ook betekenen dat het paard minder stress heeft, dus ook minder gaat hoesten. Daar had ik nog niet over nagedacht. Oh, iemand zegt, het spul lijkt voor mij goed te werken. Hij begon erop te reageren na ongeveer 2 weken. Hij is nog steeds erg alert, maar niet zo hysterisch meer. We kijken hoe hij het op een lange termijn doet. Ik ben nu op nog een andere site van hetzelfde merk. En daar staat, dosering bij chronische gevallen 2 keer daags 10 tot 15 druppels. Dus dat is ook veel. Het is al weer heel anders allemaal. Ik blijf gewoon 2 keer per dag 7 druppels geven of 1 keer 14 druppels, want dat is mij aangeraden. En ik vind het ook heel erg duur. Een verpakking van 50 milliliter kost 30 euro. En even kijken, 20 druppels is 1 milliliter. Dus dat zou betekenen dat je er ongeveer 50 dagen mee kan. Ik vind dat best duur eigenlijk. Maar ja, dat zijn heel veel supplementen. Nou, het is nu de eerste dag. En ik ga Tess even geven, ik ga zo rijden. Loran is ook mee. En de bedoeling is dat je het 7 druppels zeg maar in de droge mond geeft. Maar de vorige keer dat ik dat deed viel het potje in de mestput. Hè, Loran? Ja. Dus ik ga de test geven voor het rijden. Het moet 2 keer per dag 7 druppels in de droge mond. Maar ja, ik kan natuurlijk niet 2 keer per dag naar stal. Dus ik zal een beetje smokkelen en ik doe dan zeg maar zelf 7 druppels en ik... Loran zou het filmen, maar hij is zo stom geweest om niet te klikken. Nou, bedankt. Ja. Mijn paard heeft 7 druppels gekregen. En ik deed het zo in de onderlip zo. En ja. Nou, de bak is een beetje hard. Dus we gaan maar even naar binnen heen. Daar is de bak hopelijk wel zacht. Vaak nooit. En dan gaan we gewoon lekker eten drinken rijden. En ik doe het ook. Ja. Nou, wie hebben we daar? Nou, we zijn weer op de terugweg. Nienke die heeft net lekker binnengereden.
testje was een klein beetje druk. Nou, dat doet ze altijd. Wat denk je dat die stressdruppels doen? Maak het paard rustig. Helemaal zen. Nou, weet je, voor Contessa heb ik het eigenlijk niet nodig. Ik snap ook niet waarom ik ze heb gekregen, maar dat was ook dat moment. Een moment op naam, vind ik. En verder, ik wil het eigenlijk nog wel eens even zien wat het resultaat van is. Want ja, als ik eerlijk ben, zie ik het nuttig niet van dit. Maar... Ja, ik heb geen idee of het echt werkt, dus... Het is ja een experiment voor een week. Ja. Ik heb het wel vaker gebruikt, maar denk je dat ik na een week al verschil zou zien? Of dat Tess al rustiger is? Denk ik. Ik denk dat het helemaal niet werkt. Nee? Ik denk het wel. Qua hoeveelheid jij doet, jij doet 14 druppels. Denk ik wel dat het gaat werken na een week. Maar ik zou niet weten wat je moet zien in godsnaam. Minder stress of ja. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje lastig om te zeggen. Ik zou het niet echt weten of zo. Oké. Misschien wel. Misschien wel. Oké. Nou, het is nu dag 4. Het is woensdag en ik zal Tess even op de poetsplaats zetten. En misschien dat ze vandaag rustiger staat, we weten het niet. Something about the way you look. Oké, ja, ik moet nog even dus. Ja. Is goed. Ze staat duidelijk rustig. Ik zal wel even de druppels. Ik merk toch wel even aan het test dat ze vannacht duidelijk rustiger is dan de andere dagen. Dan dat we gefilmd hebben, zeg maar. Dus ik ga nu wat vrijheidsexperimenten doen. Gisteren heeft mijn bijrijder op haar buiten gereden. En die twee dagen ervoor heb ik dressuur gereden in de binnenbak. Ja, in de binnenbak en de buitenbak. En morgen heeft ze een dagje vrij. En daarna nog een dagje vrij. En dan gaan we bijrijden weer buiten rijden. En zondag zal ik nog een keer rijden. En dan is zondag ook het einde van het experiment. Eraf. Heel goed. Heel knap. Oké, wat ik dus nu doe. Ik ben nu Contessa aan het loswerken voor het vrijheidsdressuur. Dat is voor Tess altijd belangrijk om eerst even te longeren, zodat ze wat energieker is. Maar ook dat de spieren en alles wat losser zijn, want ze komt natuurlijk rechts vanuit de wei. Waar ze niet zoveel doet. Heel knap! En Tess luistert met longeren over het algemeen altijd heel erg goed. Dus dat is wel fijn. Normaal heb ik altijd peesbeschermers om en als ik echt ga longeren doe ik dat ook met een hulpteugeltje. Maar opwarmen voor het grondwerk, dan vind ik dat allemaal niet zo nodig. Maar ze doet het echt braaf. Ga op. Kom. Kom. Hola. Doe maar even rustig draven. Oh. Ga op. Juist, knap. Hey, Tutola. Doe ze rustig. Heel knap. Goedemorgen. Het is de laatste dag van het experiment. En Maatje is er ook weer. Want wij zijn vaak op zondag samen op stal. De rest van de week eigenlijk niet. En joh, ik zie er zo verlept uit. Jij ook, hè? Samen verlept. Oh.
Het is dus de laatste dag van het experiment. Dat betekent dat ik vandaag de laatste stressdruppels ga geven. We zijn een week verder. En ik zal eerlijk zeggen dat ik ongeveer 3 dagen niet op stal ben geweest. Donderdag heeft Maatje test gedaan. En vrijdag en zaterdag mijn bijrijder. Maar als het goed is heeft ze gewoon de doseringen gehad. En ik heb van haar niks gehoord. Ze van, oh, ze heeft echt raar gedaan of zo. Dus ik ga even de laatste dosering geven. Ik ga Tess nu het laatste beetje geven. Dus dan krijg je 14 druppels. Maar dat moet ik eigenlijk in de onderlip of onder de tong. Dus dat ga ik, heb ik mijn eigen manier van gevonden. Tessje. Ik vind het niet zo leuk. Ik heb 14 druppels gehad. I remember when you put a spell on me. It drove me flying crazy. Couldn't see back then what's now in front of me. The disco's long gone, baby. You got me good, yeah, you got me bad. And you're bad as they come, boy. Through all the blue times and the sad, you're still there. So come on and unwrap my heart. Wat ik even wil zeggen is dat ik het super opmerkelijk vind, is dat ze nu gewoon op rust stond en dat het eerst niet zo was. Kijk. Eerst stond ze er niet zo op rust, chill bij. Ze is ook de hele tijd aan het afkouwen en zo. Ik weet niet of dat iets is wat ik wil zien door die druppels of dat het echt werkt. Maar ja, ik vind het allemaal maar een lastig dingetje. Dit is dus zeg maar de stand van zaken. Hij slapen. Hey. I will never tell, will never fall apart. I throw my mad heart insane. Now all I do is fly and all I see is stars. Riding that shotgun wasted. You got me. Zeg je dat? Is dat muts zoals net? En net zo'n muts zoals net. Ja. Dat is wel wat ik al heb. You're still there. So come on and unlock my heart. Nou, ik ben klaar met rijden en ik zal eerlijk zeggen, Tess liep echt heel erg lekker. Dit is ook het einde van het experiment, want we zijn een week verder. Wat mijn conclusie is, weet ik niet zo heel goed. Want aan de ene kant zag ik wel dingen die anders waren dan normaal. Maar misschien dat het ook is omdat ik het heel graag wil zien ofzo. Dat ik denk van, oh ja, ik heb het er nu ingegooid. Dus daarom gaat ze nu gapen ofzo, ik noem maar iets. Als ik de beelden terugkrijg, zie ik wel dat ze rustig bijvoorbeeld op de poetplek staat. En ik denk dat ze over het algemeen wel een hele fijne week had qua rijden. Want ze liep eigenlijk heel de week wel lekker. En in het begin zocht ik natuurlijk de spanning op door naar de binnenbak te gaan. En vandaag met rijden was ze nou ook niet bijzonder rustig ofzo. Ze was heel fijn.
Maar niet ja, relaxed. Wat is het goede woord? Ik weet het niet helemaal. Maar bijvoorbeeld dat ze weg sprong of zo, want iemand moest er een schriktraining parcours van maken. Maar ja. Dus, hebben jullie nou ideeën wat wij gaan testen in de What If-serie? Laat het dan hieronder achter in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei doei!